Je kent spruiten alleen maar van plat afgekookt en sterk geurend. Maar hoe gaat de groentekok daarmee om en hoe doe je dat? Ja, spruiten, het blijft moeilijk, hè. Maar er zijn andere manieren om spruiten heel lekker klaar te maken. En ze zijn eigenlijk nog niet zo moeilijk, want veelal worden ze ook rauw gebruikt. Hè, bijvoorbeeld hier heb ik een slaatje van een andere fantastische groente van bij ons, het witloof, het grondwitloof, die we fijn gesneden hebben, wat pistache opgedaan, citroensap en wat olijfolie. En daar gaan we een klein beetje van onze fijn gesneden spruiten op doen. Super lekker! En een andere bereiding die heel tof is, is als je de spruitjes eigenlijk gewoon krokant gaat gaarkoken en je gaat er zo wat spek rond, ontbijtspek rond draaien, in de oven steken gedurende een half uurtje op 160 graden. Dan worden ze mooi krokant en dan gaat die smaak van dat spek mooi ook in die spruiten. Het kan natuurlijk ook zonder het spek. En dan hier hebben we een wok gemaakt. Een wok van spruiten die we in vier hebben gesneden. Die zijn nog een beetje krokant, dus ze zijn niet voorgekookt. En we hebben daar wat shallotten bij gedaan. En eventueel, als je dat graag hebt, ook iets gerookt. En dat kan dan spek zijn of een beetje tempeh. Zo doen we dat.